Je luistert naar de Yoga Business Coach podcast. Ben je yogadocent en wil je kennis, inspiratie en de beste tips voor jouw onderneming? Ga er dan lekker voor zitten. Want hier is, vanaf haar mat, helemaal zen en bruisend van de beste ideeën. Met interviews, Q&A's en talks. Corine van Zoelen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Business Coach podcast. En je hoorde het misschien al, je hoorde de vogels fluiten. Ik ben op dit moment in mijn boshuisje, terwijl mijn man nog een beetje dingen aan het klussen is, aan het genieten van de zon en van de vogelgeluiden. In deze podcast, podcast nummer 143, wil ik het met je hebben over verschillende online verdienmodellen. Ik vertel namelijk heel vaak van er is heel veel mogelijk in online ondernemerschap. Maar wat dan? En heel veel mensen, als ik het dus vraag aan yogadocenten of aan coaches, en ik vraag van wat denk je wat er allemaal mogelijk is online, zeggen ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Het geven van Zoom-lessen. En dat online is. Of het maken van video's, zodat je een soort van video-database hebt met een membership-site. En daarbij kun je dan alle video's bekijken. Nou, ik ben van mening dat dat een heel klein onderdeeltje is van het hele online ondernemerschap. En ik kan er wel uren over praten. Wat ik heb besloten is, ik ga even 3 tips geven. En ik, ook daarbij kan ik natuurlijk niet al te diep op ingaan, want dan blijf ik ook weer uren kletsen. Maar dat je in ieder geval weet dat dat mogelijk is. En vanuit daaruit kun je altijd kijken, past dit bij mij of past dit niet bij mij? Nou, mocht het zijn, als je meer wil weten over de online, verschillende online verdienmodellen, dan is het handig om even te checken op mijn show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl/143. Want daarin verwijs ik je naar een opname van mijn online workshop die ik heb gegeven, waarin ik uitleg geef over 15 online verdienmodellen. Zodat jij kunt kijken welk verdienmodel past bij mij. Het is een betaalde online workshop, maar je gaat er echt heel veel uithalen. Sowieso in het begin ga je eigenlijk kijken, wat heb ik allemaal in huis en hoe zou ik dat kunnen omzetten naar een online product. En daarna ga ik alle verschillende online producten benoemen. Nou, ik benoem er 15. Uiteindelijk zijn er nog veel meer, want de mogelijkheden zijn legio. Maar ja, dat zeg ik dus altijd. Dus wat ik net ook al aangaf, dat is heel lastig om dat over te brengen aan een ander. Want als je niet weet wat er speelt in een bepaalde wereld, weet je ook niet wat daar de regels zijn of hoe het daaraan toe gaat en wat er allemaal mogelijk is. En ik blijf het altijd maar weer zeggen, net als toen je bijvoorbeeld voor het eerst in de yogawereld kwam, wist je ook niet wat een asana was misschien, of een pranayama. En dacht je ook, oh, die kan ik nooit uit elkaar halen. En uiteindelijk is dat ook allemaal gelukt. Want je stapt dan in een nieuwe wereld en je gaat dus nieuwe dingen leren. Wat dan in die nieuwe wereld heel gewoon is. En dan gaat er dus echt letterlijk en figuurlijk een wereld voor je open. Nou, ik begeleid dus yogadocenten met het maken van een online programma. Niet alleen yogadocenten, ook coaches, therapeuten, masseurs, noem maar op. En vaak hoor ik ook van masseurs, ja, voor mij is het niet mogelijk om daar een online programma van te maken. Ja, dat is echt wel mogelijk. Ik heb meerdere masseurs begeleid die dat hebben gedaan. Dus, maar ook daarbij is dus, wat je niet weet, daar kan je ook niet over oordelen. Dus er is echt superveel mogelijk. Nou, ik bied namelijk de mensen die bij mij in training volgen. En ook dat bij is, zeg maar, dat heel veel mensen denken, ja, yogadocent, van yogadocent naar online yogadocent. Kijk, ik ben zelf natuurlijk begonnen als yogadocent vanuit de yogaboerderij. Maar ook daarbij geldt, het is voor iedereen. Dus ook voor coaches, therapeuten, masseurs. Maar ook vind ik het altijd belangrijk om met je mee te denken in wat voor online programma je maakt. Want yoga video's vind je overal gratis op YouTube. Dus daarvoor hoef je het niet te doen. Maar wat heb jij nou speciaal bij te dragen aan deze wereld? Hoe maak jij de wereld een stukje mooier vanuit jouw authenticiteit? Wat jij heel goed kan en wat een ander ook eigenlijk in jou ook bewondert, maar wat je zelf niet zo ziet, wat zelf eigenlijk je blinde vlek is.
Om daar dan een product van te maken. En dat vind ik eigenlijk het meest mooie. Want daar ga ik eigenlijk altijd helemaal op aan. Om te zorgen dat jij iets unieks in de wereld zet. Waar een ander wat ook aan heeft. Dus het hoeft niet alleen yoga te zijn. Het kan ook een stukje mindset zijn. Of voedingstips. Of wat dan ook. Wat jij ook maar in huis hebt. Om van al die ingrediënten met elkaar één mooi product te maken. En dat vind ik dus eigenlijk belangrijk. Zodat je daarmee je eigen online platform kunt creëren. In je eigen huisstijlkleuren. Waar jij jouw online programma op kan zetten. Of jouw videodatabase met videolessen. Zodat je je eigen membership kunt maken. Of misschien een VIP persoonlijke pagina wil aanmaken. Waar de lessen op staan. Die van belang zijn voor die persoon die jij daarin ook begeleidt. Dus je kunt echt alle kanten op met het online platform. En wat ik ook altijd zeg, alleen een academie of een platform maken, dat is echt niet genoeg. Het is namelijk ook heel belangrijk om te zorgen dat jij jouw manier van ondernemen vindt. Dus ook het online ondernemen. Vanuit jouw drive, jouw innerlijke autoriteit, jouw strategie. En daarom kijk ik ook heel vaak naar je human design chart. En kunnen we ook eventueel een zandbaksessie doen. Zodat je die wegwijzers van je onderbewustzijn mag gaan volgen. Want je onderbewustzijn weet eigenlijk welke kant je op wil. Nou, de drie online tips die ik in deze podcast met je ga bespreken, gaat over affiliate marketing, online yoga retreats en Clubhouse. En over Clubhouse heb ik al eerder een gratis power talk gegeven. Hoe je Clubhouse kunt inzetten in je bedrijf. En ook hoe je daar dus een verdienmodel aan kunt hangen. Op dit moment is Clubhouse nog steeds voor mensen die een iPhone hebben. Het is nog steeds op invite, dus op uitnodiging. En dan kun je dus je eigen rooms starten. Dus wat daarbij moet je ook even gewoon kijken wat voor jou het meest handige is. Of je dat al hebt. En anders nog even wachten totdat ook een andere telefoon erop kan komen. Nou, allereerst de affiliate marketing. Nou, ik weet niet of je weet wat affiliate marketing is. Maar als ik dat dus heel vaak zeg tegen mensen, weten ze niet waar ze het over hebben. Terwijl wel bijna iedereen HelloFresh kent. Nou, als je dus bij HelloFresh zo'n doos hebt en je gaat daarmee koken. En je buren zeggen, oh, dat is leuk, dat wil ik ook wel. Of vrienden of familie. Dan geef je jouw persoonlijke code door. Zodat die persoon de eerste HelloFresh gratis krijgt of met korting. En dat geldt ook voor jou. De eerstvolgende HelloFresh box die jij krijgt, krijg je dan ook met korting of gratis. En op die manier, doordat je iedere keer weer nieuwe mensen aandraagt, krijg jij dus korting of dingen gratis. En dat noemen ze wel affiliate. En vroeger heette dat volgens mij commissie. Toen ik in Turkije werkte als hostess. En ik zei tegen mensen, oh, in een Nederlands restaurant kun je heerlijk eten. Dus als je zeg maar zegt dat je via mij komt, krijg je 10% korting. Nou, dan wist die Nederlands restauranteigenaar dat ze via mij kwamen. Die mensen kregen 10% korting. En ik kreeg een bepaalde commissie omdat ik die mensen naar dat restaurant had gestuurd. Want ja, als die mensen daar eenmaal waren en ze vonden het lekker, dan kwamen ze daar nog vaak terug. Dus nou ja, destijds heette het dus commissie. Nu heet het affiliate. En misschien is er wel een verschil in, maar ik zie het toch nog een beetje als hetzelfde. Nou, hoe zou je dat nou kunnen doen als yogadocent of als coach? Nou, wat ik al vaker heb aangegeven, doordat mensen nu thuis yoga doen vanuit Zoom, en nu komt natuurlijk het mooie weer eraan, dus misschien dat je ook heel veel buitenlessen gaat geven. Maar als mensen dus thuis gaan doen vanuit Zoom, is het dus heel fijn als ze bijvoorbeeld een eigen yoga pakketje voor thuis hebben. Dus met een yogamat of een handdoek of een blok of een riem. En om een beetje de sfeer te creëren ook in huis via een diffuser met olie of via wierook. En op die manier zou je dus, als je een speciale affiliate link kunt aanmaken. Kijk, je kan natuurlijk zelf zo'n pakketje samenstellen en dat inkopen en verkopen. Maar dan zit je met een voorraad als je het niet gaat verkopen. Dus je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken via bol.com kan je een affiliate link aanmaken voor bepaalde producten. Als mensen het kopen bij bol.com via jouw link, krijg je daar een bepaald percentage van. En
Jij zit dus zelf niet met de voorraad. Het is niet zo dat die mensen nou meer betalen omdat ze via jouw link komen. Zo werkt het niet. Het is alleen dat jij een bepaald percentage krijgt. Dus het is ook een soort van een gunfactor. Doordat ze het bij bol.com kopen via jou, hou jij er ook nog wat aan over. Decathlon doet dat bijvoorbeeld ook. Nu weet ik niet of Decathlon qua spullen of die echt goed zijn en biologisch. Maar kijk gewoon met welke producten wil jij graag samenwerken. Waar koop jij het in? En of je met die afnemer wat kunt regelen. Of die mensen een bepaalde kortingscode kunnen krijgen via jou. Zodat zij dus goedkoper kunnen inkopen. Die verkoper weet dat ze via jou komen. En jij een bepaald percentage krijgt of een product met korting. Nou, op die manier zou je dat kunnen doen. En met betrekking tot de olie. Je hebt natuurlijk ook, net als met doTERRA en met Young Living. Dat mensen bijvoorbeeld ook een starterspakketje zouden kunnen kopen. Via een diffuser, bijvoorbeeld via jou. Maar dan zit je weer met dat MLM gebeuren. En dat is natuurlijk ook net als of jij dat wil. Maar op die manier kunnen dus ook mensen dus vanuit huis toch yoga doen. Met een pakketje wat jij dus kunt samenstellen met jouw favoriete producten. Dat is het eigenlijk een beetje. Nou, dan zei ik, dan wou ik het hebben over een online yoga retreat. En bij het online yoga retreat, ik heb het al vaker gezegd, maar ik weet niet of jullie dat ook gehoord hebben destijds op mijn eerdere podcast, heb ik al heel vaak aangegeven. Omdat in Amerika wordt het echt al jaren gedaan. Dus je kunt daar bijvoorbeeld een online dagretreat doen of een online week retreat. En ik weet nog toen ik dat, zeg maar, 2 jaar geleden tegen de deelnemers zei van mijn trainingen of van de mensen die meededen aan mijn VIP-trajecten, dat ze zeiden, ja, dat gaat echt niemand doen. En toen zei ik, ja, echt wel. Dus ik heb het vorig jaar ook heel vaak aangekondigd. En ik weet dat mensen het toen ook nog steeds raar vonden. En uiteindelijk ben ik het nu al vaker gaan zien. Dus ik ben alleen maar heel blij dat mensen die tips hebben opgepakt. Toen ik het dus aangaf, zeiden mensen, ja, maar wat zou ik dan kunnen doen? Ik zei, nou, je zou bijvoorbeeld 's ochtends samen kunnen komen. Dan doe je bijvoorbeeld een yogales. Je geeft een bepaalde opdracht voor die dag. En in het eind van de avond kom je bijvoorbeeld weer terug online. Maar je kunt daar bijvoorbeeld ook een playlist bij geven. Of recepten die ze kunnen koken. Net als dat ze anders bijvoorbeeld op een locatie zouden zitten. Als je bijvoorbeeld op retreat zou gaan naar Italië of naar Griekenland of wat dan ook. Als mensen die rust niet kunnen vinden thuis, dan zouden ze bijvoorbeeld een huisje kunnen huren en vanaf dat huisje mee kunnen doen met het online retreat. En dit was eigenlijk ook een tip die ik vorig jaar heb gegeven, juist omdat heel veel retreats natuurlijk niet doorgingen. Nou, op dat moment vonden nog steeds heel veel mensen het wel een beetje vreemd. Maar toen kwam Irma, en Irma ken ik uit de online wereld, en zij heeft ook een bed and breakfast in Italië. En wat zij had gedaan, ook vorig jaar, was dat zij 3 pakketten had gemaakt over de Taste of Italy. Zodat eigenlijk voor iedereen toch een soort van thuisvakantie konden beleven. Een Italiaanse thuisvakantie. En het goedkoopste pakket was €99. Maar dat bestond bijvoorbeeld uit welkomstbubbels. Een wijnpakket met 2 flessen wijn. Een bierpakket met 2 flessen Italiaans bier. Een taalkwartetspel om Italiaans te leren en te spelen. Ze had afspeellijsten gemaakt met Italiaanse muziek. Van klassiek tot modern. Ze had een Italiaanse filminspiratie. Ze had een Italiaanse documentaire en concertinspiratie. Ze had informatiemap gemaakt met een programma. Italiaanse weetjes, recepten en staycation tips. Ze had een tutorial om zelf pizza's te maken. En ze had een receptboek gemaakt. En die investering was dus €99. Maar ze had dus bijvoorbeeld ook duurdere pakketten. Zodat je de eerste avond van je vakantie dat de pizza bezorgd werd. Dus op die manier hadden mensen die dan eigenlijk naar haar plek zouden komen in Italië toch een soort van vervangende vakantie. En toch de Italiaanse sfeer in huis dus ook. Bijvoorbeeld met een picknickmand, met een picknickkleed en met Italiaans eten erin. Nou, superleuk. Doordat ze dat deed, kwam ze in de plaatselijke krant, kwam ze bij Q Music, kwam ze bij de Telegraaf. Ja, en ik hou er eigenlijk wel van. Want als je juist iets anders doet dan de meute en dus de andere kant op kijkt, dan val je op. En dan kom je dus inderdaad in de media terecht. En ik denk dat dat ook super belangrijk is juist om te doen als ondernemer. En vandaar dat ik het ook altijd zo leuk vind om juist mee te denken om het juist anders te doen dan anders.
En vandaar dat ik dus ook vorig jaar zei, organiseer dus een online retreat at home. Voor een dag of voor een hele week. En ik weet dat er toen bijvoorbeeld één vrouw was die zou naar Griekenland gaan. En dus toen zei ik ook, maak dan bijvoorbeeld een Griekse maaltijd voor die mensen. Dat ze toch in de Griekse sferen zitten. En nou, dat had zij dus gedaan. Ze had een Griekse maaltijddag georganiseerd. En dus haar cursisten en bekenden die kwamen daardoor eten afhalen. En in één dag had ze meer dan 100 bestellingen gemaakt. En daar heeft ze dus 3 dagen over gedaan. En ze zei, oh, dit is echt zo leuk. Ik ga ook nog een keertje een sotto-dag maken. Nou, sotto is natuurlijk heerlijke soep. Die eet ik ook heel vaak. En dus dat was echt super grappig. En zij zei, nou, misschien ga ik later nog wel een combinatie doen met koken en met yoga. Of ga ik met een foodtruck op festivals of zo staan. Dus ja, ik vind het echt eigenlijk alleen maar leuk om op deze manier mensen weer te mogen inspireren. Dus dat zou je ook nog kunnen doen. Dus een online yoga retreat. En dan dus 13. Dus Clubhouse. Hoe je dat dus kunt inzetten als verdienmodel. Nou, wat ik al zei. Clubhouse is alleen maar via iPhone. En het is een social media audio app. Dat was ik eigenlijk nog vergeten te zeggen. Dus in plaats van dat je mooie foto's ziet of video's op Instagram of op Facebook, dat je allerlei eten ziet, is het op Clubhouse, gaat het om het gesprek en om de verbinding. Mensen staan op een soort podium en je kan ook op het podium komen als luisteraar. En daarna zie je dus de mensen die dus luisteren in jouw room. En wat ga je dan dus allemaal vertellen in zo'n room, zodat het iets interessant is waardoor mensen kunnen komen? Er zijn inmiddels al heel veel yogadocenten ook ingestapt via een invite link via mij. En dat heeft zich helemaal aan het verspreiden. Dus super tof. Dus er worden yogalessen gegeven in Clubhouse. Vrouwencirkels. Stilte meditaties. Maar ook geleide visualisaties. Dus het is heel erg leuk. En je kunt dus je eigen club oprichten als je genoeg rooms hebt gegeven. En ook in je club, je kan mensen gewoon toelaten. Maar je kan ook een besloten club maken. Zodat mensen alleen maar op een bepaalde manier er binnen kunnen komen. Dus je zou ook kunnen zeggen, joh, ik maak er een betaalde club van. Dat mensen alleen maar betalen om dan in jouw club te zijn. En om daar jouw lessen te kunnen volgen. Ja. Sowieso werkt Clubhouse heel goed omdat je hem koppelt aan je Instagram. Om Instagram te laten groeien. Dus wat dat betreft is Clubhouse ook een heel leuk medium om in te zetten. Om meer volgers te krijgen op Instagram. Om nieuwe connecties te maken met anderen. En om jouw kennis te delen. Mocht je nou ook graag in Clubhouse willen zitten, stuur me dan even een mailtje naar info@deyogabusinesscoach.nl. En ik stuur je dan een invite en dan kun je erin. Dus het is alleen maar mogelijk via een iPhone. Mocht zijn dat je meer wil weten over Clubhouse, check dan ook even mijn show notes pagina. Daarin verwijs ik naar de opname van mijn Power Talk, waarin ik alles uitleg over Clubhouse, zodat je die dan even kunt terug bekijken. En daar leg ik eigenlijk alles stap voor stap uit. Die kun je gewoon gratis terugkijken. Nou, dit waren dus 3 online tips. En ja, het is gewoon heel mooi om op deze manier juist meer mensen te leren kennen. Via Clubhouse, via een online retreat. Om eigenlijk toch wat meer op te vallen eigenlijk ook. En via affiliate marketing. Om te zorgen dat je een extra verdienmodel hebt dat mensen binnen kunt komen. En natuurlijk kun je dat ook doen als je mensen in een online programma hebt. Dat je ze op die manier naar een affiliate kunt verwijzen. Dus er is dus eigenlijk heel veel mogelijk, maar juist doordat je gaat zorgen dat jouw online audience groeit, en kun je juist dit soort dingen ook gaan inzetten, zodat er nog meerdere manieren zijn dat er inkomstenstromen zijn. En dat is eigenlijk altijd wel belangrijk, dat je niet afhankelijk bent van 1 inkomstenstroom. Nou, mocht zijn dat je alles nog eventjes wil teruglezen, dan kun je kijken even op www.deyogabusinesscoach.nl/143. Daar leg ik in de show notes nog even alles uit. Benoem ik even nog deze 3 online tips. Verwijs ik even naar die Clubhouse opname. Mocht zijn als je denkt, ik heb wel interesse in die 15 online video online tips, dan check ook even op de show notes pagina. Daar vind je de opname van mijn online workshop. Dat was een betaalde workshop. Daarin ga je dus echt heel veel ontdekken. Dus ook wat je eigenlijk allemaal al in huis hebt. Want je hebt zoveel in huis waar je niet eens bij stilstaat. En het is heel goed om daar even bij stil te staan, om dat te kijken. En dan om te kijken, hoe kan ik dat omzetten naar een
aan online manier. En daarin geef ik je dus 15 tips om dat te kunnen doen. Dus check daarom nog even de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl/143. Daar vind je ook een aanmeldknop om je aan te melden als je denkt, ik wil op de hoogte gehouden worden van de eerste, de beste nieuwe podcast. En geef deze podcast een duimpje, een like of een sterretje. Of laat eventueel een reactie achter. Dat vind ik superleuk. En je mag hem altijd delen met mensen als je het een interessante podcast vond. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.